Jorben Rooye, proficiat met jouw overwinning vandaag. Jorben, jij bent van het DAVO-team. Van waar ben je afkomstig? Van Sint-Truiden. Maar je woont in Zuid-Leeuw, dacht ik, hè? Ja. Je rijdt alleen in het veld of je rijdt je ook wel veld- en baanrennen? Ik rijd ook op de baan. En wat doe je het liefste? Veldrijden. Waarom het liefste veldrijden? Omdat dat leuker is en veel modder. Je houdt van de modder. En is het niet zwaarder dan op de baan? Ja, dat is ook leuk. Intens, rapper, sneller? Sneller niet, maar wel meer intensief. Dan heb je ook verschillend fietsmateriaal, denk ik, voor in het veld en voor op de baan. Ja. Dan is het een dure hobby. Ja. Dan ben je tevreden dat mama en papa je helpen, denk ik, hè? Ja. En win je veel? Soms sta ik meestal op het podium wel. Meestal op het podium, dus je hebt een toekomst voor jou? Ja, denk het wel. Ben je tevreden van het DAVO-team? Ja. Wat is er zo speciaal aan het DAVO-team? Ze organiseren veel dingen en ze trainen de jongens goed. Train je alleen of train je samen in groep? We trainen samen in groep met de grote. En wat vind je het mooie aan het wielrennen? Dat je een toekomst hebt in de grote mannen. Dus als ik je goed versta, dan wil je graag beroepsrenner worden? Ja, dat klopt. Dus je bent gedreven, heel wat ambitie daar. Ja. Wat zijn je minpunten? Studeren. Oké, dat begrijp ik. Wat zijn je pluspunten? Waar ben je sterk in? In klimmen. Dus je bent een veldrijder die kan klimmen? Ja. Dus zien we jou misschien ooit terug in de Tour de France? Misschien. Daar hoop je op, ik zie het aan je ogen. Ja. Proficiat voor vandaag en nog veel overwinningen, hè? Dank u wel. Dank u.